Super fijn dat jullie kijken naar een nieuwe vlog hier op mijn YouTube kanaal. Het is vandaag donderdag en ik ben lekker vrij vandaag wegens hemelvaartsdag. Fantastisch natuurlijk. We gaan lekker met z'n allen even nu hemelen. Ik heb lekker even mijn raampje opengezet. Dus die kat die gaat af en toe even lekker naar buiten kijken. Maar dit vind ik eng. Dit. Dan gaat ze zo halve uit het raam hangen. Dat ik denk, meid, je hebt een hele tuin buiten. Waarom moet jij hier uit het raam? Kom maar ici. Terug jij, kat. Sunny, kom maar ici. Vind ik eng. Braaf. Hey, en vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren. En dan gaan we lekker starten met de dag. Ik heb lekker alvast gedoucht. En ik heb morgen mijn kappersafspraak. Dus dan ga ik morgen lekker naar de kapper. Dan gaat het haar er even een beetje af. Ja. En ik ga straks naar mijn oma toe. En daar komt mijn moeder ook. En dan kan ik even het moederdag cadeau geven. Want dat had ik zondag niet gedaan, want dat lukte niet. Dus dat was ook alweer een ramp. Oh, allee kat, kom terug. Nou, en ik kan geen kant op. En er zit weer een bromvlieg hier in de kamer. Ik kan geen kant op nu. Hé? Jongens, wat een rust op straat. Het is echt super rustig. Ik vind het wel koud. Maar het is wel rustig. Iedereen is alvast een beetje lekker aan het hemelen. Voor de hemelvaart. Hi oma. Hey. Het is hemelvaart. Ja, hemelvaart. Weet je wat het betekent? Ja, dat Jezus gaat hemelen. Goed zo, jongen. Even nou, een test krijgen. Kom. Ja, we gaan even testen. Ik ga even mijn jas eerst uitdoen. Ja. Tessie. Kijk of je nog wat wilt. Oh, een ander kussen. Ja, naast het mandje. Is dat zwart geverfd? Ja, door mij. Ah, echt? Ja, wat knap. Vind ja, leuk. Vind je mooi? Nou, en wat zit er in een Boeddha? Ja, de Boeddha is dat al in. In het teken van hemelvaart. Ja, matje leuk. En dat doet die kaarsjes 's avonds aan. Vind je leuk? Tissie pissie. Ja. Miauw. Tissje. Dit stuk is speciaal voor... Tess, dan kan zij erop liggen. Tess, weet je waarom? Dan kan ze op liggen. Kan ze al naar buiten kijken. Naar, want er is een nestje daarachter. Ja, daar jongens, daar. En die zit al 3 weken op en nog steeds geen kleintjes. Wauw, gek. Heel gek is dit. Af en toe komt ze tevoorschijn om even een beetje te lopen of wat ook. Oh, wow, zoveel eten lekker. Doe maar een rietje. Kijk. Snack. Kijk Tess, 1, 2, 3, hup. Oeh. 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 Wat ik doe, mooi. Hup. Hup. Oh, je wordt gebeld. Oké, we gaan nu even naar de winkelstoel. Dan gaan we even, ja, gewoon even winkelen. Even naar de, weet ik veel, Xede, Section, noem maar op. Nou, het is niet heel warm. Een jasje moet je wel hebben. Oma, wat vind je van mijn tatoeage? Nou, valt wel mee. Ik dacht eerst zo'n hele grote, maar dit is echt subtiel. Dus dat valt mee. Dat kan je zelf eigenlijk ook maken. Had ik ook kunnen doen. Ja. Met een pen. Met een pen, ja. Maar ben je boos op mij dat ik het heb gedaan? Nee, natuurlijk niet. Oh, dat is wel dat lief. Is toch een kleintje. Ja. Nee, ik ben niet gauw boos. Weet jij iemand die van Celtic muziek had, rustgevende muziek? Welke muziek? Ik heb het van liefst gehad. Celtic muziek? Nee. Maar tegenwoordig allemaal met cd's, dat zoek je nu allemaal op YouTube. Ja, dat is op. Waar. Misschien bij aan de kringloop. Ja, doe ik ook. Dat ga ik maandag doen. Mijn oma is even aan het plannen met de glazenwasser. Dat moet natuurlijk ook gebeuren, schone ruiten. We zijn even in een crisisoverleg hierdoor. Moet je kijken hoe mooi deze planten zijn eigenlijk. Deze boom vind ik eigenlijk al super mooi. Maar kijk, deze paarse planten, die zijn om te gillen. Welke ga je nemen? Deze, die. En voor wat is dat? Voor mijn wenkbrauwen. Nou, niet zo dichtbij. Nou, deze is te zwart, denk ik toch meer. Zwart-bruin, hè? Nou, ik weet het niet. En dit is dan bruiner. Ja. Oké, nou ja, ik, wat ja, je nu hebt is gewoon goed. Nou, meepakken. Nou, dan gaan we even naar de foto's. Hè? Ja, kom.
Kijk jongens, we zijn even foto's van de kat aan het uitprinten. We hebben hier al één in zitten en hier komt de laatste. Ah, die vind ik ook heel leuk. Die is ook leuk, hè? Gelukkig pak maar. Die ook hebben gedaan. Ja, leuk met dat speeltje. Nou, nah. Gillen. Ja, leuk hè? Nou, kom, gaan we het gauw indoen. Oh, die ruikt ook wel goed. We zijn even bij, kijken bij kaarsen. Want ik ben dus helemaal in de geurkaars, vind ik helemaal lekker. Maar die van mij zijn al bijna op. Ik laat ze dan aan en dan die branduren die gaan toch maar door. Ja, die is lekker. Maar ik moet hier eerlijk zeggen, ik vind 8,99 voor zo'n kleine... Dat mag wel voor mij. Ja, maar het is toch hartstikke duur? Nee, voor de Pasen. Voor de Pasen. Voor de hemelvaart. Ja, voor de hemelvaart. Mag jij... Vanille. Nee. Nee, ik vind deze lekker. Die zit ook vanille in, maar ja. Die is met Pasen. En heb je die ook in een pot? Nee, hè? Weet ik niet. Oh, misschien... Hoe heet die gat? Cashmere vanille. Dat is een die potten. Oh, daar, die gele misschien. Deze, hè? Ja, dit is. Dan is wil ik deze, denk. Ja? Wel van achterste. Is ja, dat is hem. Of ben je niet groot? Nee, groot, waar? Nee, een grote theelichtjes. Nee, zo wil ik dan denk. Wil je die? Ja. Nou, dan kan jij die van mij. Nou, van lekker. Yes. Cheers. Yes. Nou, we zitten even op een bankje, even lekker. Even te chillen. Voor jouw rug ook. Ja. Ja. Die zwarte achtergrond, kan jij misschien even opplakken? Is ook leuk. Die vind ik heel ja, leuk. Leuk met dat tongetje. Ja, oh. Ja. Die is ook leuk. Ja, vind ik ook. Nee, hoe heet ik? Die vrouw. Die vrouw, ja. Kijk, en deze is ook kaars. En dan zegt hij toch die oude vrouw. Recht. Dat is mijn ja, tuurlijk. Viskruiden erop, hè? Ja. En dan tweemaal een portie anchovisjes gegeeld. Je wordt gebakken, oh. Mevrouw. Wat zei je? Je wordt gebakken. Ja, gebakken is goed. Tot straks. Net klaarmaak voor u. Ja hoor, dag. We hebben I love food. Lekker vies, hè? Maar ik heb nu ook weer thuis gezocht. Ik heb het zo hoog. Alles wordt gefilmd. Ja, dat vind ik niet leuk. Ik wil volgende dag niet te kijken. Ik ben hartstikke goed in dit spel. Nee, maar dat is gewoon geluk hebben. Nee, strategisch neerzetten. Nou ja, strategisch doe ik wel, want ik doe het elke dag. Ik kan elke dag doe ik het. Skippo jongens spelen we voor degenen die het niet weten. Heel spannend. Wat doet hij? Ik heb hem niet aan. Wow. Nou, we worden de hele tijd geblokkeerd. Ik kan niks. Oh, ja. Jawel, nu twee. Ja! Nou, daarom heeft de derde ook geen zin. Goed, dit was het weer van vandaag. Was gezellig, hè? Ja, zeker. Was giga gillen. Dag. Volop in de wereld. Ja, even wat verder. Ga maar eten. Pusha. Lekker. Oh ja, maar ze ziet het ook heel slecht of zo. Ze doet heel eng. Gek buigen naar die broeken. Hé, hey, ze hebben helemaal drama met een kat, joh. Deze kat loopt een beetje mank en heeft een beetje slecht aan de oren. Ik had de dierenambulance gebeld. Maar ja, het is natuurlijk hemelvaart, dus die kunnen niet veel betekenen. Dus ik moet even in de gaten houden voor morgen, als die hier nog is. Moederdag, nou dat was natuurlijk helemaal de soep gelopen. Ja. Echt een drama, een hele commotie. Maar ik wil wel gewoon het idee dat mensen zien dat ik het nog wel gaf aan jou. Oh ja. Dit is het. Ja. Ja. Een nieuwe kaars, super. Nou, die kan er gewoon hier leuk staan. Dan heb ik gewoon een extra kaarsje leuk. Ik heb hier gewoon zicht op de kat, dus kijk, daar loopt hij. Wat moet jij nou weer? Hé? Dag katje. Het is gewoon een kattenvlog, joh. Zo jongens, ik was net heel even snel naar Suus gegaan. Dat ik ook al verteld over die kat en zo. En ja, ik maak me dan toch wel even zorgen om die kat. Stom is dat dan, hè? Ik ben wel blij dat ik even de dierenarts had gebeld en zo. Maar ja, ze kunnen niks doen. Het is hemelvaart, ja. Dus ik ga vanavond even naar Nadine toe. En ik wou eigenlijk livestreamen, maar ik weet niet of ik dat toch meer ga doen. Ik vind het moeilijk. Misschien dat ik dat toch laat vervallen. Hey. Maries, ik krijg net een bericht van kat vermist. Is die gewoon? Het is hem toch? Ja. Ja, poes. Dit is hem. En waar woont hij dan? Oh, geweldig. Zou ik gewoon bellen? Ja, doe maar. Maar zeg maar waar die is dan?
Kom ze maar. Wat goed. Ja, oh Jace, zit jij in een... Hallo, goedendag, u spreekt met Jacy. Hallo, hallo, hallo. Ik had een bericht gezien over een kapje was van Nies. Mm-hmm. En ik heb hem. Wat is het nou weer van die kapje? Even kijken, oh, het nodig. Ja, dat dacht ik ook, sorry. 9-2. Oké, okay, super, dankjewel. Oké, nou, succes. Ja, dankjewel, dankjewel. Ik ga bellen. Maar niet weggaan, Oké, okay, dag. Hoi. Ze loopt echt wel moeilijk. Ja. Ik ken, ook geen, ja, ik ken helemaal niemand verder dan alleen dit. Oh, kijk, daar heb je de buurt. Ja, hier is de poes. Hier is ze. Ik zou even bellen. Ja, zou, ik heb het nummer gekregen. Ik heb gelijk die link voor jou gedaan. Ja. Ze heeft de hele dag bij ons gelegen. Je meent. En toen begon ze te mouwen. Toen dacht ik, ze kan dus niet. Ik heb een kat van u hier gevonden. Seven. Jo. Ja. Ik wil even broekjes doen. Natuurlijk, wij wachten hier hoor. Ja, ja hoor. Ja, ze leeft nog. Ze is... Zo toevallig dat jij dat stuurt. Ja. Ja, ik ben toch krankzinnig. Ook zielig. Je mag haar wel aaien inderdaad. Ja, we durven niet op. Ik dacht dat ze morgen naar de dierenarts moet brengen. Ik denk, nou, dat wordt allemaal wel. Ja. Ja, ja. Nou jongens, nou, helemaal update. Ja. Oh. En de kat die was vermist. Eigenlijk. Dus die wordt nu opgehaald door het baasje. Ja, op de Insta. Maar dat is alleen maar helemaal goed, jongens. Ga ik de hele buurt in reppen, hoor. Dus de mensen die komen nu. Nou, probleem opgelost ook weer. Oh, wat eng. Ik kan niet aanzien. Hi. Hi. Kijk. Nou, wat goed voor jullie. Ja, gewoon 19 jaar. Is toch bizar? Nee, niet. Ja, joh. Oh, wat sensatie weer. Ja, hele sensatie, joh, inderdaad. Ze kenden mij, want ze kenden natuurlijk mij met de shows. Toen, dat we in die speeltuin die shows gingen doen. Nee, nee. Nou, de moeder van Nadine die ging, had een linkje. En ik wou eigenlijk al even naar buiten lopen. Want ik dacht van, nou, dan loop ik nog even daar naartoe. Even aaien, weet je wel, die kat. Nou, de moeder van Nadine stuurde een appje met kat vermist. En ik denk, oh nee, hè, dit is echt, als dit had zo moeten zijn. Dus ik klik die link en ik zag die kat. Ik zag het in één oogopslag. En ik naar Mariska, de buurvrouw. En ook gelukt. Nou, zo goed. En die baasjes waren zo opgelucht om die kat weer te zien. Eind goed, al goed. Super. En die kat, fun fact, werd volgende week 19. Dus goed dat hij is gevonden. Want dat betekent dat hij 19 jaar kan worden. Want als hij hier nog een week zat te lijden. Ik weet het niet. Dat zou toch erg zijn. Op je verjaardag van zo'n kat moet hij dan sterven, die kat. Nou, heel eng in ieder geval. Goed, jongens. Ik laat de livestream even vervallen voor vanavond. Want ik ben helemaal niet in die mood. En... dit kwam maar even tussendoor. Ik ga lekker naar Nadine toe en dan doe ik de livestream morgen. Ik heb morgen toch genoeg tijd. Oh jongens, ik ben helemaal een soort van... Ik vind het zo goed dat zo'n kat dan gevonden is. En voor die ouders ook zo, voor die baasjes ook zo fijn. Och. Nee. Wat nou als jij vermist wordt? Wat moet ik dan? Het is toch verschrikkelijk eigenlijk? Nou, ik vind het echt... Ik ben helemaal nu gaan nadenken over... Ik wil al die kat vermist en hond vermist. Al die haren van die kat. Apps wil ik gaan downloaden. Dan krijg ik allemaal notificaties. Ik word er helemaal opeens helemaal goed van. Het lijkt wel een soort van level. Als je die kat hebt gevonden, heb je een level gehaald. Man. Ja, we zijn even weer aan het levensweg. Hè? En Nadine zit in zo'n spanning. Dat wil ik gewoon vast leggen. Toch? Nou, doe nou. 1. Oh, okay, ja. Maar je moet echt een draai geven, hè? Ja. Echt een harde draai. Ja, zie je dat je wel vast speelt? Ja, maar 1. Ja, je hebt net zo'n kans op 8 als je 1. En doe ik toch een andere? Toch nog? Doe nou! Die 8 heb ik al. 9. Dat vind ik, waarom doe je niet? Nee, maar je moet echt een harde draai geven, hè? Dat is toch een harde draai? Ja, maar je mag niet zeg maar doen zo van. Oh. Oké, okay, nu weet hij helemaal veranderd. 2, 1. Nee! 3. Ja. Echt? Ja, maar nee! Ik wilde echt hard, maar het bord ging een beetje verschuiven. Nee, dat vind ik niet waar. Opnieuw. Dat vind ik echt niet eerlijk. Ik ga nu bij de loterij. Nee. Ik denk dat ik 4 gooi. Nee, maar ik deed dat. Oh, Nadine gaat zo hard winnen. Ja, maar... Nou, ik kan echt nog... Ik gooi ook 4 nog. Je moet wel goed gooien. Ja, ook gooien. Gooi je 1. 10. Oké, ja, je bent er klaar. Ja, bij elkaar optellen. Nou, zo. Nou, hè. 500 miljoen. Ja, jij was al doodverklaard. 500, 200. Nou.
eind goed, al goed. Jongens, ik ga de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken. Dit was het. Nou, ik ben zo blij nog steeds, jongens, dat die kat terecht is. Nou, dat is iets toch wat je helemaal met je meeneemt. Slaap lekker voor nu. En ik zie jullie allemaal hopelijk morgen weer. Tot morgen. Ja.